de top van de Mount Everest op ruim 8800 meter. Dat was het ultieme doel van Erik Arnold. Maar vlak voor de finish ging het mis. Storm en slecht weer zorgden ervoor dat verder klimmen onmogelijk werd. Het was sneeuw, zeg maar, die rondwaaide. En als je een bril op hebt, dan kwam daar een laag ijs op. En ja, op een gegeven moment was er ook zoveel ijs in mijn ogen dat ik gewoon bijna niks meer kon zien, zeg maar. En ja, dat was wel, als je natuurlijk niks meer ziet en je wordt omvergewaaid dat het top gaat, dat was wel een beetje het moment om om te keren. Dus ja, dat heb ik toen ook gedaan. Beelden van het slechte weer het afgelopen weekend zijn er nog niet. Maar ondanks de moeilijke beslissing was er volgens Erik Arnold geen andere keuze mogelijk. De omstandigheden die spraken zo voor zich dat het eigenlijk niet een heel moeilijke keuze was. Er was eigenlijk maar één optie en het was gewoon zorgen dat we heel snel weer naar beneden gingen. Dat was nog best wel een stuk terug natuurlijk ook. Kom. Al jaren is Erik Arnold bezig met de voorbereidingen van de klim. Een maand geleden stuurde hij beelden uit Nepal toen het basiskamp op ruim 5 kilometer hoogte was bereikt. We zijn nu op een plek gekomen waar allerlei herdenkingsstenen zijn voor omgekomen klimmers, met name op Mount Everest. En wel een plek om een beetje stil van te worden. Door de slechte weersomstandigheden kwamen dit weekend 4 mensen op de Mount Everest om het leven. De mensen die zijn omgekomen zijn we letterlijk tegengekomen. En ja, dat is natuurlijk meer dan aangrijpend. Dat maak je nergens mee. En dat was ook meer dan nog mee dan een droom in feite. Ja, het liefst zou je gewoon niet willen doen. En emotioneel wil je dat ook wel, maar rationeel kan dat gewoon niet. Je kan net de ene voet voor de andere zetten. Dus je kan niet iemand helpen. Dat gaat gewoon niet. De komende 3 dagen loopt Erik Arnold naar beneden, naar een klein vliegveldje. Over een week hoopt de Rotterdammer weer thuis te zijn.